Modern Warfare 3 en drukte. Ik woon eigenlijk heel erg dichtbij Amir en Cookie. Ik woon allebei wonen, dat is rond nieuwe geheim. Ik woon echt 10 minuten hier vandaan, dus Roosendaal. Ik kom weer bij Roosendaal vandaan. Zo, we hebben 5 likes erbij vandaag. Dat is niet verkeerd. Ja, jij zou naar bed gaan. 10 minuten geleden. Ja, dat is goed, Oxy. Slaap lekker. Hoop dat je je snel beter voelt. Stiekem hoop ook dat je je niet beter voelt. Dat je morgen gewoon lekker hard Assassin's Creed kan gaan spelen. Dus tot snel. Slaap zacht. Hey, lol in hier. Good night. Iedereen gaat wel ineens hard vandoor. Ik moet echt een nieuwe microfoon hebben. Hij is kapot. Nou, ik probeer in ieder geval de zijkant ervan af. I know that feel. Forever alone. Dat bekende gevoel van binnen. Ik stop even met de raden, ik ga nog één ding doen. Don't judge me. Ik moet even mijn crops bewerken. Twee seconden. Don't judge me. Ja, dat komt goed. Ik moet eens even inloggen. Ik ga op stream als ik langs mijn inloggegevens ben. Zo paranoid ben ik. Ik ben nog eens een keer gek. Niet dat ik jullie bedenk, man, dat er ook veel meer mensen op Twitch zitten. If you know what I mean.
Hij komt eraan. Add game. World of Warcraft. Even kijken, ja, is mijn hunter. Level 90. Hij loopt echt lang achter, dat is echt niet gezond. Wie zijn er allemaal online? Oh, really? Really? Hij lekt wel een beetje met WoW streamen, maar dat maakt niet uit. Ik hoop dat het niet erg is voor jullie. Twilight Drake, of course. Zo, dat is echt genoeg, man. God kan leren. Godverdomme. Moet cloud surfen natuurlijk, hè. Aan een Chinese stijl. Ja, Robin, ik heb nou bijna 70 mounts. Hoeveel heb ik nu? Ik ga eens even kijken. Mounts. 65. Ik heb bijna een dead mount. En dan heb ik een 70. Ik heb bijna die codes. Soms. Ik vind het een beetje saai. Het is niet mijn ding. Ik speel liever Pokémon zelf. Op mijn DS. Als een geek. Kijk, misschien kan ik het iets sneller laten gaan als ik hem iets verklein. Nope, geen verschil. Oké, pech. Dan zijn we weer wat groter. Hoe lang geleden heb je eigenlijk WoW gespeeld, Robin? Oh, Cataclysm was echt kut. Kut expansion was dat. Dat is voor 2011.
Cataclysm kwam uit op december 2010. Ik vind Cataclysm echt triest. Cataclysm is heel slecht. Dat is echt de slechtste game content die ik ooit gezien heb in een expansion. No offense. Maar echt. Wat een bagger expansion was dat. Dat was meer gewoon een overhaal van de oude wereld. En voor de rest zit de endgame community werd vergeten. Er werden een paar hoge zones bij geflikkerd, maar dat was het. Zo, dit is zeg maar. Ik weet niet of jullie Harvest Moon gespeeld hebben. Dit stukje hier is wel heel veel. Zeg maar. Klein dorpje in het midden. Een farmersdorpje. En net als in Harvest Moon is hier een panda en daar kan je mee praten. En hij heeft zeg maar een boerderij geërfd van zijn opa. En dit gedeelte is zeg maar gefeest. Dus het is zeg maar jij. Het is voor jou helemaal uniek. En je kan zeg maar ingrediënten planten en je moet meedoen met festivals, net als een Harvest Moon. Wel veel makkelijk, je kan de ingrediënten gebruiken voor je cooking en dan is allemaal spullen we maken. Oh, thank you. Die dragon die is van ik had als een van de eerste op de server had ik hem. Dat trots op. En het kan kloppen dat er geen geluid bij is, by the way, ik heb wat mijn bogen mute staan. Of als je het afvraagt van, oh, hebben we misschien geluid? Ik was schijtziek van die geluiden. Helemaal als je af en toe voor rustig wil spelen, kreeg altijd gekreunen, gekrijzen. En dan eronderop. Good night, little in there. Who the fuck up now on a jade cat? Gift. It's all for show. My show is a bitch. Ik heb gelijk aan haar. Dan even wat seeds kopen en dan komt hij goed. En mijn uitloggen is klaar. Dan ga ik de stream ook even uitgooien. Ik ga wat anders doen. Richting mijn bed. Denk ik. Ik had eigenlijk niet verwacht om nog even zo lang te streamen. Ik dacht, ik ga even testen. Dat was op zich best wel leuk. Vaker doen. Acht. Negentien. Elf. Ja, dat is iets. Oh, het is add-on die heet Elf UI. Het is een hele add-on of een hele interface, modificatie, je krijgt een extra map erbij. Je action bars krijgt een andere skin. Je portraits die worden, volgens mij is het shadowed. Elf UI is zeg maar